Van harte welkom bij het CSR-symposium De strijd om de ruimte in Nederland en de rol van de boer. Klimaatverandering, de energietransitie, de noodzaak om de dalende trend van biodiversiteit te keren, 1 miljoen extra woningen, de stikstofcrisis. Het zijn slechts enkele van de opgaven die binnen de beperkte landoppervlakte van Nederland moeten worden opgelost. Nederland staat voor de uitdaging om de ruimtelijke inrichting en het landgebruik opnieuw in balans te krijgen. Hoe gaan we dat doen en wat betekent dat voor de landbouw? Welke oplossingen kan die landbouw bieden? Gaat daardoor de landbouw sterk van karakter veranderen? En zo ja, hoe dan? Wat betekent het voor het verdienvermogen van boeren? En welke rol kan en wil Agrifirm hierin spelen? Deze vragen staan vanmiddag centraal. Het Nederlandse landschap, als we praten over de ruimte, verandert. En ik denk dat dat gelijk al een belangrijke openingsstatement is namens Agrifirm. Het is niet zo, en niemand ziet dat meer, denk ik zo. Je kunt niet doorgaan met hoe we het nu doen. Kijk naar het klimaat. Hè. De uitdagingen worden steeds zichtbaarder. De maatschappij reageert daarop. De overheid reageert daarop. En als agrarische sector en als boeren voelen we aan die kant van de weegschaal best wel behoorlijke druk. He, dus dat is echt een drijvende kracht achter de verandering van de ruimte waarin wij als agrarische sector opereren. En ontkennen heeft geen zin, met elkaar in gesprek gaan des te meer. Als je kijkt naar de andere kant van de weegschaal, het is heel belangrijk als we met elkaar in gesprek zijn over de ruimte van de Nederlandse agrarische sector, dat we die kant ook bekijken. Dat is, de wereldbevolking groeit nog naar 9 miljard mensen. Het is op dit moment 7,5 miljard. Toen de kunstmest werd uitgevonden in de 19e eeuw, waren er 1 miljard mensen op de wereld. En er is een verband tussen die enorme efficiëntieontwikkeling van de agrarische sector en het feit dat de wereldbevolking zo heeft kunnen groeien. Samen met de medische ontwikkelingen en de economische ontwikkelingen zijn we nu in staat om 7,5 miljard mensen te voeden, 3 keer per dag. En dat gebeurt door een paar miljoen boeren. Heel veel mensen zijn geen boer, maar genieten wel van het eten wat de boer voor hun geproduceerd heeft. Dus de consument heeft een bepaalde blik op voeding en de maatschappij heeft soms een andere blik. Dat is, denk ik, een vrij bekend thema, maar toch om de dag als vandaag toch weer even bij stilstaan. Als je kijkt naar de ruimte van de agrarische sector, van de boer, dan is de maatschappij kritisch en terecht op zaken zoals klimaat, op dierenwelzijn, kunnen we met z'n allen prachtige stappen opzetten. Maar tegelijkertijd, die maatschappij wordt bevolkt door consumenten. En als je dan aan de consument vraagt, wat wil jij? Ja, als je niet oplet, dan zegt hij, ik wil het lekker goedkoop. En dat blijft op een of andere manier wringen in onze agrarische voedselketen. En ik denk dat dat een van de zaken is. Dat is een landschap wat mij betreft onvoldoende verandert, wat ook veel meer moet veranderen. En gelukkig zie je steeds meer supermarkten in Nederland die wat van die verantwoordelijkheid beginnen te nemen. Maar als je de maatschappij wil bedienen op de manier waarop zij graag willen dat agrarische producten worden geproduceerd, dan moet je tegelijkertijd ook de consumenten aanspreken en zeggen, waar ligt jouw verantwoordelijkheid dan? En die boer waar we met z'n allen zo trots op zijn, die ongelooflijk efficiënte en professionele Nederlandse boer, die kijkt naar dat landschap en die vraagt zich af, waar pas ik? En dat is de passie van Agrifirm met 10.000 boeren als lid. Wij willen ongelooflijk graag dat die weegschaal inderdaad in evenwicht is en dat we over heel de keten heen met elkaar in oplossingen denken. Want die zijn er plenty. Duurzaamheid moet werken voor boer en teler. Laat ik u kort meenemen in wat onze belangrijkste pijlers zijn. Dat zijn er 3. Verantwoord inkopen, verantwoorde operatie, verantwoorde oplossingen. En verantwoord inkopen gaat over veel meer dan alleen maar soja en palm. Natuurlijk zijn die 2 belangrijk. Natuurlijk kijken we hoe we de import van soja verder kunnen helpen verduurzamen en daar ook meer transparantie in kunnen creëren. Natuurlijk kijken we naar alternatieven. Kijken we naar alternatieve producten, kijken we naar alternatieve herkomsten. Maar we hebben wel al vaak tegen onszelf gezegd, eigenlijk is er iets raars aan de hand met dat verantwoord inkopen. Want we horen iedereen over bepaalde landen, over soja en over palm. Maar in die bepaalde landen kopen we soms ook mais of citruspulp en daar horen we niemand over. Dus we hebben gezegd, dat moet anders. Verantwoord inkopen betekent dat je in je supply chain gaat kijken, waar kom je ook daadwerkelijke risico's tegen? In welke regio's is ook echt sprake van risico's? We noemen dat regio-risicoanalyse. En we kijken per regio, kijken we naar zowel de sociale aspecten als ook naar de milieuaspecten. En als we iets vinden, dan gaan we het gesprek aan.
Een van de redenen waarom we op dit moment een groot project in de maïsteelt doen. En niet in die andere producten waar u van zou verwachten dat we daar heel veel aandacht aan besteden. Ja, zijn we ook mee bezig, maar we zijn ook met andere dingen bezig. Verantwoord inkopen gaat verder dan alleen maar een paar onderwerpen die sterk in de publieke belangstelling staan. Verantwoorde operatie, heb ik net al iets over gezegd. Ja, dat gaat over al ons handelen. In eerste instantie, wij zijn natuurlijk best wel een stevige energiegebruiker, elektriciteitsgebruiker. Kijken we naar de efficiëntie van onze fabrieken. En we kijken naar de mogelijkheden voor de verdere vergroening. Maar het gaat ook over ons transport. Welke afspraken maken we met onze transportondernemers? Over het transport van onze fabrieken naar onze boeren. Het gaat uiteindelijk ook over safety in onze fabrieken. Het gaat over verantwoorde productie in zijn totale omvang. En verantwoorde oplossingen. Daar kom je bij de kern van ons bedrijf. Wij leveren producten en diensten aan onze boer die daarom vragen. Verantwoorde oplossingen. Wij leveren dus oplossingen voor de markt. En die oplossingen staan bij ons wel centraal. En een verantwoorde oplossing is bij ons gedefinieerd als een oplossing die de behoeften van de markt invult. En met nadruk op dat woordje en, daarnaast ook invulling geeft aan een verdere verduurzaming. Bijvoorbeeld een reductie van de CO2-emissie in de supply chain. Of een verbetering van de biodiversiteit uiteindelijk in die betreffende teelt. Dat is wat wij een verantwoorde oplossing noemen. Dat gaat ook over de toekomst. Dat is eigenlijk het centrale thema. En daarmee proberen we verantwoorde oplossingen voor vandaag te leveren. Nou, daar staan een aantal voorbeelden van in het CSR-jaarverslag. Maar we kijken ook nadrukkelijk naar de oplossingen voor morgen. En voor overmorgen. Dus wij dachten, kunnen we niet eens een ander verhaal maken voor Nederland? Een nieuw verhaal waarbij we laten zien dat dat samenwerken met natuur ons ook heel veel oplevert. Nou, we geven hier een heel mooi plaatje van Nederland van boven. We zien hier een dichtbevolkt klein land met veel mensen. Je ziet als de zeespiegel stijgt dat we al snel een probleem hebben. En we hebben heel veel ruimtelijke opgaven. We hebben natuurlijk de energietransitie, de biobased en circular economy. Nou, transitie in de landbouw en die woningbouwopgaven waar we het al vaker over hebben. 1 miljoen woningen in de komende 10 jaar. Dat zijn allemaal ruimtelijke opgaven. En dat vraagt om een ruimtelijke lange termijnvisie voor de inrichting van Nederland. Dus wij hebben met een groep Wageningse onderzoekers eens nagedacht over hoe kunnen we nou een nature-based verhaal maken voor Nederland. En wat voor een principe zouden we daarbij hanteren om Nederland anders te gaan inrichten. En we hebben daarbij gezegd van dat natuurlijk systeem, dat staat aan de basis. Dus ons watersysteem, onze bodem en ons landschap zou eigenlijk leidend moeten zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. We gaan water optimaal benutten. We gaan toe naar een circulaire en klimaatpositieve economie. We gaan meebewegen met al die veranderingen die klimaatverandering met zich meebrengt. En we willen toe naar een natuurinclusieve samenleving, waarbij we eigenlijk bij alles wat we doen, we rekening houden met het natuurlijk systeem en de diensten die de natuur ons levert. En dat zijn er veel. Nou, wij dachten we kunnen een heel uitgebreid rapport gaan schrijven en een hele dikke scenario-studie gaan doen. Maar eigenlijk kwamen we al snel op van nou laten we dat verhaal nou eens visualiseren. En laten we gewoon eens een kaart maken over hoe wij denken dat als we Nederland volgens deze principes zouden inrichten, hoe Nederland er dan uit zou kunnen zien. En ja, we hebben die kaart gekanteld. We weten waar het noorden ligt, maar we hebben hem gekanteld om eigenlijk een ander perspectief te geven op Nederland. En ook om te benadrukken dat de Noordzee een belangrijk onderdeel is van ons land. Nou, laat ik even heel snel inzoomen op een paar onderdelen van dit verhaal. Nou, laten we beginnen bij de Noordzee. Daar gaat een groot deel van die energietransitie plaatsvinden. Maar we gaan ook voedsel produceren op zee. Oesters, mosselen, we gaan zeewier tussen de funderingen van die windmolenparken produceren. En we gaan die kust laten meegroeien met de zeespiegelstijging. Dus we krijgen bredere duinen, bredere kustlijn. En wat ons betreft staat dus over 100 jaar Nederland helemaal niet onder water. We gaan onze rivieren nog meer ruimte geven. We hebben prachtige ruimte voor de rivierenprojecten gehad, maar door klimaatverandering krijgen we nog hogere rivierafvoeren. En zullen we ons daarop moeten anticiperen door die rivieren nog meer ruimte te geven. We gaan onze veenweidegebieden op grote schaal vernatten en daardoor bodemdaling tegen en die CO2-uitstoot tegen. Nou, dat kunnen we doen door combinaties met andere vormen van teelten, natte teelten, waarbij we biobased bouwmaterialen kunnen produceren.
We gaan onze hoge zandgronden, waar we natuurlijk de afgelopen jaren grote problemen hebben gehad met de watervoorziening, met die droogteproblematiek, daar gaan we dat water optimaal vasthouden. Dus we gaan die landschappen inrichten als spons. We gaan meer bossen aanleggen daar. We gaan die beken weer natuurlijk inrichten. En die bossen, dat hout daarvan, dat kunnen we gebruiken voor het vergroenen van onze steden en voor het bouwen met hout. En die steden die worden eigenlijk groener dan groen om juist dat ze klimaatbestendig te maken, maar ook de leefbaarheid van die steden weer echt op grote schaal te vergroten. En dan is natuurlijk de vraag van is daar dan nog plek voor landbouw in al dat groene Nederland? En het antwoord daarop is natuurlijk ja. Kijk, voedselproductie is en blijft hartstikke belangrijk. Maar dat betekent wel dat er wat gaat veranderen. We gaan onze duurzame gronden, onze beste gronden eigenlijk inzetten voor het duurzaam produceren van met name plantaardig voedsel. En plantaardig voedsel zal echt steeds belangrijker worden. En we gaan natuurlijk die kringlopen proberen te sluiten, waarbij we gaan inzetten op het circuleren van die reststromen. Waarbij we die veestapel die we hebben gaan voeden met die reststromen. En de landbouw wordt niet alleen producent van voedsel, maar ook beheerder van het landschap. En daar hoort ook een vergoeding bij. Dus landschap, boeren worden ook vergoed voor de diensten die zij leveren en de ecosysteemdiensten die het landschap eigenlijk levert. Allerbelangrijkste vraag is natuurlijk daarbij van hoe komen we daar? Nou, het is al een paar keer genoemd, er is echt zo'n ruimtelijke visie voor de ruimtelijke inrichting van Nederland is heel erg hard nodig. Nou, we hebben een voorzet gedaan, er ligt heel veel materiaal, er liggen heel veel schetsen van hoe het zou kunnen worden. Ons verhaal is geen plan. Ons verhaal is een denkrichting en die denkrichting kunnen we gebruiken om het verder te gaan onderbouwen samen met al die andere denkkracht die we hebben in Nederland. Uiteraard moeten er ook nieuwe verdienmodellen komen. We moeten gaan nadenken over hoe kunnen we dat natuurlijk kapitaal, dus die biosfeer in dat plaatje van die wedding cake, hoe kunnen we dat nou echt optimaal gaan benutten en versterken? Nou, daar is ook veel kennis en innovatie voor nodig. Dus echt inzetten op kennisontwikkeling over die ruimtelijke inrichting van Nederland is hartstikke hard nodig. Het gaat er eigenlijk om met dit initiatief om de leefomgeving van het landelijk gebied en het perspectief voor boeren te verbeteren. Die twee samen. We hebben uit vorige presentaties al goed kunnen horen hoe er een strijd is om ruimte in het landelijk gebied. In ons kleine land met hoogproductieve landbouw en tegelijkertijd enorme claims vanuit andere economische activiteiten. Het woord regie is dus in ons land cruciaal. Die is in de afgelopen periode heel weinig geweest. Er was heel veel decentralisatie, er was heel veel marktwerking. En een van onze eerste aanbevelingen is overheid, rijksoverheid, pak de regie. En dat zien we de afgelopen weken en maanden in toenemende mate ook terug in de media. Gelukkig, daar is duidelijk een kentering. Tweede is dat je de wettelijk vastgelegde doelen op het gebied van klimaat, stikstof, fijnstof, biodiversiteit, soms zijn ze er al, water, soms komen er nog doelen, dat die leidend moeten zijn en dat we weg moeten van een beleid wat met middelvoorschriften probeert te corrigeren wat we niet zouden willen. Je moet veel meer naar een algemeen doelenniveau, landelijk, gebiedsspecifiek, maar ook op bedrijfsniveau. En dan op bedrijfsniveau naar een model waarin KPI's, key performance indicatoren, zeg maar gewone indicatoren, laten zien hoe een boer in zijn situatie presteert op die vraagstukken als stikstof, biodiversiteit enzovoort. Die modellen die zijn er. Die zijn niet vandaag op morgen bij alle boeren in de praktijk. Maar we zien wel dat we die kant op gaan als je naar een doelenbeleid wil en niet een middelenbeleid. Natuurlijk kan dat niet zonder ondersteunende uitvoeringsmaatregelen. Er zal geld bij moeten. LTO vroeg vorige week voor een stikstoftransitie 15 miljard, samen met andere partijen. Maar we hebben ook nog een klimaattransitie. We hebben ook nog fijnstofvraagstukken. We hebben nog een kaderrichtlijn water. Dat al zal vanuit de Rijksoverheid met maatregelen moeten worden ondersteund. En tenslotte is buitengewoon belangrijk een langjarige, 15, 20 jaar praten we over, krachtige
uitvoeringsorganisatie van het Rijk om dit soort processen te faciliteren. Ik zei het al, het is belangrijk om dit met een breed maatschappelijk akkoord te doen. Waar ik weer terugkom op mijn hoofdopmerking. Dan helpt het niet om je af te zetten tegen NGO's. Dan moet je met NGO's en boeren en anderen samen een meerjarenplan maken. Een hele lange termijnplan. Ondersteund door een sterk bestuurlijk mechanisme met een coördinerend minister. En niet te vergeten een landschapscommissaris, naar het voorbeeld van de watercommissaris, eigenlijk de deltacommissaris, die voor Nederland en water ook een mandaat heeft voor tientallen jaren met een vastgelegd budget. In onze aanbevelingen is dit een buitengewoon belangrijk onderdeel om niet de keuzes die gemaakt worden in de komende periode afhankelijk te maken van tussentijdse politieke stemmingen, maar langjarig vast te leggen beleid en middelen om die transitie mogelijk te maken. Nou, onderbelicht gebleven is dat we meer zoals de heer Willem Lagerweg ook zegt, dat Nederland weer keuzes moet durven maken. En dat je de uitvoeringskracht op grond en de regie op bodem en water, die is in Nederland niet sterk. En het is mooi dat we in dit symposium van de Agrifirm, die waarvan ik van bij boeren hoor als ik daar op bezoek kom, echt wel de, niet alleen uiteraard het bedrijf een goede, laten we zeggen, een goede omzet wil maken, maar ook tegelijkertijd maatschappelijke doelen neerzet. Dus willen eigenlijk willen wel deze kant op. Ja. Die willen meebewegen. Maar die willen duidelijkheid krijgen. Ja. En daarom is die regie op die uitvoeringskracht van dominante waarde. We hebben in onze plannen 3 elementen geschetst. De een is van innovatie. Innovatie in emissiearme stad. Mm-hmm. Maar vooral tegelijkertijd behoren daar bedrijfsmatige maatregelen bij. Hoe om te gaan met mest in relatie tot energie. He, want in mest zit methaan. Methaan is biogas. Er zijn elementen te bedenken waarin je ook op een andere manier om kan gaan met bemesting. Mm-hmm. En daar kunnen we ook in Europa nog veel van leren. Niet voor niets zijn dit soort firma's. Die hebben een prachtige fabriek elders in Europa. Ook daarin zie je denk ik de mogelijkheden ontstaan. Met name bijvoorbeeld, zo had ik laatst een gesprek met Europese commissaris Timmermans. Ook in Polen. Nederlandse boeren, die zie je daar ook op een prachtige manier die landbouw daarmee en hun voeding voor Poolse, uiteraard voor de Poolse bevolking, zie je daar zich vestigen. Ik ben ervan dus, durf over je eigen grens heen te kijken. En we zijn onderdeel van de oplossing, dus denk ook groot en internationaal, want je kunt met elkaar nog zoveel meer bereiken. Precies, onze boeren willen bewegen en daarmee ben je onderdeel van de oplossing. Wij gaan naar de take-home messages. Ja, wij zitten al in onze eigen werkkamers en kantoorruimtes, maar wat nemen we mee naar de praktijk? We hebben het jou als deelnemer gevraagd, maar ik vraag het natuurlijk ook aan Dick Hoordijk. Je hebt een briefje volgeschreven met allemaal inzichten en bevindingen. Vertel. Ja, dankjewel. Nou, mijn afdronk is het barst van het perspectief. En je hebt daar bepaalde randvoorwaarden voor nodig. En als je een symposium in elkaar zet, dan doe je het ook een beetje om een schurende boodschap te krijgen. Maar ik vond vandaag heel veel zelfde richting uit de boodschappen komen, uit verschillende hoeken. De urgentie is veel groter dan ooit. Dat dringt door tot bijna alle partijen, zeker ook Den Haag, degene die de randvoorwaarden moeten helpen inrichten. Er wordt veel opgeroepen, ook naar Agrifirm toe, van hey, pak je eigen verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Hè? Wie pakt die regie? Ik denk dat we altijd moeten kijken naar de overheid, maar ook maximaal moeten kijken naar ons als agrarische sector. Ja, en wat me dan vanmiddag opvalt is, er is al zoveel beschreven en er zitten al zoveel goede ideeën in de verschillende rapporten. Het wordt gewoon hoog tijd om die beet te pakken en dan vooral te kijken inderdaad, kunnen we iets vastleggen voor 20 jaar? Kunnen we echt gewoon ruimte creëren? Hè? En wat Sjaak van der Tak zei, het loont om in die stal te investeren, want je hebt dat perspectief op de langere termijn. Hè, dus het positief maken, het concreet maken. Ja, en vooral om die landbouw heen dan die positieve sfeer hebben inderdaad. Veel moest luisteren, intrinsiek vinden we dit ongelooflijk belangrijk. Het is voedselproductie, wij maken 3 keer per dag gebruik en wij en onze kinderen van jullie producten. Dat doen we met respect. En ja, hè, wat Willem aangaf, wat anderen aangaven, steeds minder mensen zeggen, er hoeft niks te veranderen. Dus we willen wel veranderen, maar laten we nou met elkaar die randvoorwaarden pakken. Je moet dat handelingsperspectief wel hebben en weten met welke spelregels om toch maar eventjes vanuit Europa en Den Haag ook waar je dan mee speelt. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren veelvuldig veranderd. En dat is zo frustrerend, dat is zo zonde. Hè? Want daardoor kan wel een beeld ontstaan van minder respect, van minder zicht op hoe belangrijk boeren zijn. En ik denk niet dat dat bewust gebeurt, maar ze voelt het wel. Ja. En dat is echt verschrikkelijk. We moeten echt stoppen met die doelstellingen te veranderen, met de pionpalen iedere keer anders neer te zetten. En gewoon te zeggen, jongens, dit is de regie, dit is de richting.
En zo ben je uitgenodigd om mee te doen in die transitie. En het is positief. Ja. Ja. En dan kom je af van dat hulli-zulli. Ja, nou ja, dat is het ergste. Ja. Het lijkt wel of, hè, dat zag ik ook bij sommige vraagstellers inderdaad, dat er zit gewoon, het lijkt wel of er tegenstelling zit tussen die NGO's en die boeren. En dan denk ik, jongens, wederzijds respect. Weet je, en nogmaals, iedereen eet toch 3 keer per dag of nog een keer per dag. Dus ja. Begin namelijk dat te realiseren, dat komt niet zomaar. Nee. Dat is het werk van hardwerkende mensen. En ja, die moeten door een transitie. En laten we dat samen doen.